Yo mensen, Jarask hier en welkom bij aflevering nummer 11 van de Road to Commander en natuurlijk de Road to Life Care Package Loadster. In deze serie probeer ik van level 1 tot met 55 te spelen, elk potje upload ik en ik probeer nog eens een Loadster uit mijn Care Package te halen. Vandaag gaan we weer 3 Team Deathmatch potjes spelen. Eerste potje zoals je zelf ook al kan zien is op de map Hijcheck. We pakken deze class en ik heb mijn classes een beetje aangepast, want ik heb in plaats van mijn B30R op mijn secondary heb ik een wildcard aangezet voor perk nummer 1. En daarmee heb ik nu Flex Jacket samen met Hardline aangezet. Ten eerste dat ik dan niet meer gekild word door al die granaten en al die G4's die natuurlijk deed om je kop heen vliegen. En ten tweede zodat ik lekker snel mijn care packs kan halen, omdat ik natuurlijk Hardline er ook nog eens bij heb staan. Dus we gaan kijken of het een beetje werkt natuurlijk. En dan hoop ik dat we weer zoveel mogelijk care packs kunnen gaan binnenslepen, want we moeten natuurlijk ook de enige echte loadster uit onze care packs halen. Dus dat zien we vanzelf natuurlijk wel aan het einde van dit potje. Als je deze serie nou leuk vindt, vergeet me ook niet te liken. Want ja, die likes die helpen me enorm. En ik probeer de serie ook altijd, altijd onderdag te uploaden. Zodat die natuurlijk lekker vaak voor jullie online komt. En oh shit. Oeh. Dat was één harde backry voor mij, maat. Ik heb ze allemaal gekilld daar, ho. En nu spannen ze natuurlijk nog steeds. Dus ik ga eventjes door met killen, man. Want nu ik hier toch ben, kan ik net zo goed weer even doorgaan. Want ze spannen gewoon weer daar in die zijkant, zeg maar. En oeh, dat was geluk daar, ho. Let's go, er spannen er nog meer. Oh! Bijna, jongen. Bijna had ik ze allemaal. Maar ik moet snel een wapen van de grond afpakken. Want ik heb natuurlijk nog geen scavenger. Dat moet ik er ook bij zeggen. Ik heb Flex Jacket nu unlocked omdat ik level 33 ben. Maar ik heb natuurlijk nog geen scavenger unlocked. En scavenger is ook wel handig om te hebben. Zodat ik natuurlijk gewoon van die pakketjes van de grond af kan pakken voor extra ammo. Maar nu ligt mijn Care Packs midden in de map. Er zit een sentry gun. En ik kan hem switchen, want ik heb ook nog eens engineer natuurlijk nog steeds aanstaan. Dus dan druk je drie keer op vierkantje. Dus dan ga je erbij liggen. Vierkantje, vierkantje. En dan krijg je een lightning strike in plaats van een sentry gun. En ik moet daar natuurlijk de loadster uitkrijgen om de serie te voltooien. Een mooie wallbang op die gozer. Dat was niet zo handig van die vent wat hij deed, maar dat maakt mij natuurlijk niet uit. En 1, 2, 3. In de andere spans, want de spans zijn nu geflipt. Dus ik hoop dat ik een killetje mee kan oppakken. 1 en meer. Nee, oké, meer niet. Oh, 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 wow, 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 wow. Rustig aan, vriend. Rustig aan. Oké. Dit is een heerlijk potje, man, om te spelen. En als jullie nou een bepaalde game mode willen zien, laat eventjes weten. Want kijk, nu speel ik de hele tijd Team Deathmatch en Domination. Waarom? Omdat daar gewoon nog steeds natuurlijk de meeste mensen in zitten. Maar Hardpoint bijvoorbeeld, dat kan ik niet spelen. Dat had ik een keertje laten zien in aflevering 3 of zo. En ik vind het misschien ook een keertje leuk om gewoon weer Demolish te spelen of zo. Dus laat jouw game mode weten in de reacties. En wie weet speel ik die natuurlijk dan wel in de volgende aflevering. En dit wapen is zo chill, jongen. Het is niet gezond meer. Ze staan hier allemaal om me heen. En die zag ik wel aankomen dat ik daar dood ging. Want ze spannen nog steeds naast me. Terwijl ik natuurlijk recht in die span staat. En dan kan je niks meer doen. Maar die Counter UAV en de UAV werken heel erg goed. Wat er daarmee gebeurd is, ze hebben ten eerste natuurlijk geen minimap. En ten tweede, wat er nog meer gebeurt is, ik kan heel vaak mijn care packs opnieuw halen. En ik moet daar de loadster uit halen, dus dat is wel mooi. En Virtual Warship, dat is bijna de loadster, man. En een lightning, kut. Ik had hem al bijna. Virtual Warship is net één scorestreakje hoger natuurlijk dan de loadster. Dus ik had hem eigenlijk al bijna gehaald, man, mijn serie. Althans, één gedeelte van de serie. Want de Road to Commander zit er natuurlijk ook nog eens bij. Dus dat is nice, man. Dan weet ik in ieder geval dat ik op het goede pad ben om de loadster natuurlijk te verdienen. En ik moet nu doorrennen, want ze spawnen hier nog steeds. Wacht, UAV'tje erbij, dan zie ik ongeveer waar ze zitten. En oké, ze staan allemaal binnen. Dan gaan we doorrennen. Oh, jij hebt Ghost. Die zie ik nu op de minimap. En de rest staat allemaal hier aan de zijkant. Oké, let's go. En de spannen ze nu weer achter me. Oh, oh, die zit te campen. Die zit te campen. Die zit te campen. Die zit te campen. Oké. Dan ga ik dus mooi even niet achterna. Dat soort mensen die killen je namelijk gewoon. En wacht. Ik roep mijn counter UAV in. Dan weten ze niet meer waar ik ben. Ah, en ik ben al dood. Jammer, man. Jammer, 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 jammer. Maar dat maakt niet uit. Als hij wil campen, dan mag dat natuurlijk. Mooie sentry gun, teammate. Moet je er vooral ook naast gaan zitten, dat werkt waarschijnlijk heel erg goed, of niet? Mr. Black King, dat werkt echt super goed waarschijnlijk. Oké, okay, Carepacks komt er weer aan, Loadstar. En Stealth Chopper, bijna weer. Weer bijna, hè? Ik wil hem halen, jongens. De enige echte, hoe heet dat ding? De enige echte Loadstar. Want dan heb ik één gedeelte van de serie voltooid. En dan kan ik in plaats van die Carepacks, kan ik betere scorestreaks gaan aanzetten natuurlijk. Als ik eenmaal die Loadstar uit mijn Carepacks heb gehaald. Dus daar hoop ik echt voor dat ik die zo snel mogelijk haal. Zodat ik dus andere shit kan aanzetten. In plaats van die Carepacks. Bijvoorbeeld de Stealth Chopper gewoon aan natuurlijk dan. De Loadstar dan gewoon zelf natuurlijk aan. Maar het is even afwachten totdat ik hem natuurlijk haal. Ik heb nog een Carepacks, man. Gaat heerlijk met die Carepacks vandaag. Holy shit. Counter UAV erbij. UAV erbij. Je krijgt er overigens ook nog de hele tijd 10 punten natuurlijk voor. Voor je Counter UAV als een teammate een kill maakt. En je UAV. Dus dat is 20 punten per kill die je teammates maken. Dus dat telt ook nog eens lekker aan. Om natuurlijk weer sneller in Carepacks te halen. En oh, een EMP weer iets hoogs. Holy shit. Krijg alleen maar hoge shit vandaag eruit. Dat is mijn Care Package, vriend. Lightning Strike. Weer, hè. Deze, als ik hem switch, krijg ik alleen maar een Lightning Strike eruit, man. Ik weet niet wat dat nou weer is. En oh shit, zit er een in mijn rug. Dankjewel, teammate. Hij ligt daarin op de grond.
Dankjewel, ik heb hem. Oké, leiding meteen gooien. 1, 2 en aan de zijkant. Het gaat heerlijk, jongen, dit potje. Holy shit. We halen zoveel kerpings en we halen zoveel goede dingen eruit. Maar niet de loser die we natuurlijk uit moeten halen. Mensen, dit was potje nummer 1. We gaan natuurlijk meteen naar potje nummer 2. Dus 37-6 mijn eindscore in dit potje. Heerlijk potje gespeeld met de MSMC. Met Fastmax natuurlijk erop. En die Fastmax, magnifiek gewoon natuurlijk. En ik zie jullie zo meteen alweer in potje nummer 2. Na deze prachtige Final Kulken met zijn dual band scope op zijn Elstad volgens mij. Dus tot zo, mensen. Bij potje nummer 2. Alright boys, welkom bij potje nummer 2 van deze Road to Commander aflevering natuurlijk. We spelen gewoon weer Team Deathmatch, want we spelen natuurlijk 3 Team Deathmatch potjes in deze aflevering. En ik heb zojuist de M27 unlocked, het vorige potje al. En ik heb er ook meteen een red dot site op natuurlijk, omdat ik het vorige potje op hijjacked M27 had opgepakt. En er een paar kills mee had gemaakt. Dus we gaan nu spelen met de M27, ander wapentje. Zelfde class, zelfde perks, alleen een ander wapen natuurlijk. En ik heb nog steeds ook dezelfde scoresticks aanstaan, want dat ging wel lekker. De linkerkant natuurlijk altijd pak, altijd de ringkant op de map breed. Midden ga je natuurlijk altijd dood door een sniper rifle, door een light machine gun die staat te hardscopen of whatever. En dat is natuurlijk niet echt chill. Dus ik pak altijd de linkerkant. Maar zo te zien is er helemaal niemand aan de linkerkant. Dus dan ga ik wat doorrennen. En hier staat een dual band scope silencer-achtige persoon. Ja, lekker teammate. Oh, hij gaat niet dood, die vent. Oké, lekker teammate. Teammate heeft hem ook opgepakt. Als het goed spannen ze achter ons, maat. Dus kijk uit. Als het goed spannen ze hier. Ik weet het nu niet meer. Wacht even. Niet in mijn rug komen. Niet in mijn rug komen. Dankjewel. Ik weet niet waar ze zitten. We spelen wel tegen 6 mensen, zoals je al ook kan zien. Maar de grote vraag is nu, waar zijn ze? Waar zijn jullie, jongens? Ik wil jullie pakken om mijn UAV'tje te halen. Die heeft een shotgun, volgens mij kaas geeft hij in zijn handen. Dus heb je niet zo last van, want dan mist hij waarschijnlijk toch. Zit je nou boven te campen? Of niet? Want dan kijk, je ziet het natuurlijk liggen, die Bouncing Betty's en die Shock Charges. Maar dan, daar zit hij. Maar dan is natuurlijk nog de grote vraag, waar zit die persoon? Van wie die Bouncing Betty's zijn en al die troep? Kan UAV en Counter UAV zijn er weer binnen, dat is nice. Dan kan ik natuurlijk weer wat zien op mijn minimap en dit gaat lekker, man. Jou heb ik. Jou heb ik ook. En dan 3, 2, 1, reload, jump shot en... Ja, heb ik ook. Nice, let's go. Meteen mijn carapace inroepen voordat ik natuurlijk meteen weer een nieuwe haal. Dan hebben we niks meer aan die ene die ik dan heb gehaald. En dan gaan we hier heel veel wachten, want ze staan nu allemaal naast me. En dan ga je via de zijkant. Ja, natuurlijk ga je via de zijkant. Dat is een beetje... voorspelbaar. Enemy. Oké, wat zit erin? Lightning Strike of UAV? Nou ja, maakt niet uit. UAV is ook goed. Ik moet de looster halen, Call of Duty. Kom op. Zijkant, zijkant, teammate. Pak jij hem maar. Ik laat hem lopen voor je. En teammate is dood. Ik dacht, ik laat mijn teammate hem wel killen, maar mijn teammate is dood gegaan. En jou heb ik ook, vriend. Oké, dan pak je sniper even op. Want ik heb namelijk niks anders op dit moment. Counter UAV inroepen. UAV inroepen. En even snipen. We hebben nu de sniper opgepakt. Dus dan moeten we hem gebruiken ook, totdat we natuurlijk een ander wapen vinden. Teammate, misschien moet je een keertje opletten, ouwe. Geef me jouw wapen maar. Op de hammer. Hammer met een aangelscope nog wel. Wauw. Dat heb ik nog nooit... Wow. Dat heb ik nog nooit gezien. Oké, carpacks weer inroepen voor de loadstar natuurlijk, die we eruit moeten krijgen. Dan moeten we hier even snel naartoe rennen, want ze spannen hier allemaal. Let's go, mooi triple kill. Ik zei, ze spannen er allemaal en dat was nog echt zo ook. Oh, zelfs 4 joh. Nou, dan heb ik ze alle 4. Hunter killer, nee, ik moet hem switchen teammate. Wacht maar, je mag hem hebben als er iets kussen zit. Pak hem maar, je mag hem hebben, alsjeblieft. Ik ben een aardige persoon als Call of Duty speelt, dus hij mag mijn carepacks hebben. Mooie guardian voor hem. Kom maar, tevoorschijn, 3, 2, 1 en... Dank u wel. Dan lopen er ook nog 2 in red, dus die moet ik natuurlijk even in de gaten houden, want dat is 1. En dan staat er nog 1. Teammate heeft die guardian neergezet die ik aan hem heb gegeven. Hij gaat heerlijk, jongen. Ook dit potje weer. KSG, die kan hem toch niet killen, want die mist alles. Jij zet AFK. En dan hebben we weer een nieuwe carepack. Holy shit. We halen zoveel carepacks nu met deze setup, jongen. Dit moet ik denk gewoon aan laten staan totdat we de loos eruit hebben gehaald, man. Want dit is echt, echt heel erg chill. Hoeveel loos, hoeveel carepacks ik nu al. Uh-oh, in onze rug, teammate. Goed opgelet, teammate. En goed opgelet, Jan, want je schoot alles mis. Carepacks, wat zit erin? Oh, een Orbital Vizet! Laten we niet gepakt worden door de enemies. Laten we niet gepakt raken door de enemies. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. We zijn level up. Uh-oh, daar gaat mijn Orbital Vizet. Nee. Uh-oh, oké. Kut. Ja! Daar ging je Orbital. Dat is kut. Dat is heel kut. Want nu hebben de enemies een Orbital Vizet. En wat er gebeurt met een Orbital Vizet? Je ziet alles op de map. Alles. En alsnog kunnen ze me niet killen. Lekker bezig, jongens. Je wil Vicky erbij roepen natuurlijk. En dan gaan we weer doorrennen, man. Het gaat heerlijk, jongen. Kom op, ik wil nog een carepack erbij. Hoe meer carepackages we halen, hoe meer kans we natuurlijk hebben om die loser eruit te krijgen, man. Hij zit daar lekker te campen met een Orbital Visit in de lucht. Volgens mij weten deze enemies nog ineens dat ze een minimap hebben, Jos, dan lopen ze rond. Bouncing Betty. Oh, au. Oh, ik had flagchecken. Dankjewel, flagchecken. Oh, zijn Bouncing Betty ging af en hij draaide zich meteen om, man, die gozer. Mooi reactievermogen, jongen. Maar alsnog wel een mooie Bouncing Betty, manieus. En hij killt me nog een keer. Teammate, kijk uit, kill hem. Er staan er 2, teammate, kijk uit. En teammate gaat dood. Let's go. Goed opgelet. Heb je hem? War Machine of Hunter Killer. Mag je hebben, teammate? Pak hem maar.
Ik hoef al die shit niet te hebben, joh. Dan laat ik lekker mijn teammates pakken. Krijg ook weer punten voor natuurlijk. Om sneller level up te gaan. Dus dat telt voor mij alleen maar bij. Zodat ik natuurlijk lekker snel level up kan gaan. Ik moest even de camper killen. Jij mocht me killen, Yoda. Maar ik moest even die camper hebben. Nog 50 kills en zit de pocket er ook weer op, man. Dus het gaat heerlijk. Kijk uit. Ik heb de camper. Niks aan de hand. De teammate ging nog wel dood door hem. Dus sorry, teammate. Maar ik kan natuurlijk ook niet iedereen killen. Let's go. Kan ik nog één carepack halen voordat het pocket erop zit, alsjeblieft? Nog eentje, kom op. Kijk uit, hij zit daar op de trappetje, jongens. Gewoon doorsprayen, fuck it. Uh-oh! Wow, dat waren 3 man. 4 man zelfs, holy shit. 4 man, oké. We kunnen sowieso geen carepacks meer halen, want we hebben 5 kills voor nodig. En dat potje zit er natuurlijk bijna op zichzelf ook al kan zien. Maar dat maakt niet zoveel uit. Zit hier nog een snipertje. Snipertje, hallo snipertje. Oh, moet je wel doodgaan, vriend. Uh-oh, dankjewel. Vindt hij geen dood, joh. Zit er nog één in red, ik hoor hem. Maar waar zit hij? Zit hij hier binnen? Uh-oh. Ik weet niet. Oh, teammate heeft hem. Nice. Oh, zit er hier nog één. Nice. Let's go. Ik hoorde hem praten. Ik hoorde explosive decoy, bla bla bla. Dus ik wist sowieso natuurlijk dat er daar dan, een enemy zat. En dat moet je natuurlijk ook altijd blijven onthouden. Als je iets hoort, als je iets ongeroepen hoort raken en er zit geen teammate naast je, is het een enemy. Dan weet je meteen dat er een enemy in dat gebouw zit of rondom het gebouw. Ik zit ook al jaren in mijn team, zoals je kan zien. Hoe heet je? Hij heet DarkRick10. Dus hallo DarkRick10. Zit in de video. En weer is mijn score 34-6 in pokje nummer 2. En ik zie jullie natuurlijk in het laatste pokje van deze aflevering. Pokje nummer 3 in enkele ogenblikken. Dus tot zo, mensen. Alright, boys. Daar ben ik weer. Welkom bij game nummer 3. Natuurlijk het allerlaatste pokje van deze aflevering. We spelen weer Team Deathmatch natuurlijk. Want we speelden 3 Team Deathmatch pokjes. Wat ik ook in de vorige pot zei. En we spelen nog een keer op de map breed. Dus 2 keer achter elkaar de map breed. Ik heb mijn clash weer een beetje aangepast, zoals je kan zien. Want ik heb in plaats van de red dot op mijn M27 nu de quick draw en de fast max aanstaan. Zodat ik natuurlijk sneller kan inzoomen en sneller kan reloaden. Wat ik ga doen, want ik spande het vorige potje ook aan deze kant. En ik ging naar de linkerkant, kwam ik niemand tegen. Dus wat ik ga doen is gaan risico pakken. En ik ga door het midden. Als het lukt is mooi. Als het niet lukt ga ik meteen dood. Dus het is even een kwestie van geluk hebben dat ik niet meteen gesnijfd word. Of niet meteen gekild word door die LMG die natuurlijk al de hele tijd in zit. Dus bukken jongens, bukken. Inzoomen en schieten. Gewoon schieten, let's go. Zie je, in het midden kan je wel wat kills oppakken, maar je hebt ook natuurlijk de kans om daarin dood te gaan. Maar als je niet dood gaat, dan is het echt gewoon een nice openingsroutetje. En dan kan je natuurlijk meteen, nou je ziet het, een paar kills oppakken. Dat is alweer nummer 3, dat is nummer 4 alweer. En die gaat lekker. Oh shit, camper, dat is nummer 5 alweer, zie je? Dat begin openingsroutetje, dat is zo belangrijk altijd in Call of Duty. Het maakt niet uit welke map je speelt. Je openingsroute is gewoon het halve werk alweer meteen natuurlijk... als je lekker aan het spelen bent. Dus dat is echt, echt heel erg handig als je meteen je openingsroute goed pakt. En in de map breed is het dus of de rechterkant van de map, linkerkant, ringkant noem ik hem altijd. Of natuurlijk door het midden als het je lukt. Als het niet lukt, dan ben je niet blij, want dan lukt het je echt totaal niet. En fuck, ik overlap per ongeluk mijn carepack. Dat is natuurlijk mijn eigen schuld, maar we gaan lekker hierom, man. Ik blijf gewoon even doorgaan met schieten, want nu we toch lekker bezig zijn, kan ik net zo goed nog even wat kills natuurlijk oppakken. Deze vent zit beneden, zie ik aan zijn Bowsing Betty. Als de Bowsing Betty beneden zit, zit de enemy ook beneden. Zo makkelijk is het om te onthouden. En oeh, ik heb geen ammo meer. Fuck. Roep die shit maar even in. Ik heb nu geen ammo meer namelijk. Oké, wacht, ik gooi mijn carepacks op zijn kop. Komt de carepacks aan. Oh, ja. Ja, daar ging mijn 12-0 scoren. Ik dacht, we kunnen wel even nuclear halen, maar... dat zit er niet in, dat zit er niet in. Dat kan ik je wel, dat kan ik je garanderen, want we zijn dood gegaan. Kutzooi, man, dat was niet echt de bedoeling. Maar waar ik nu wel voor moet zorgen, is even dat ik mijn carepacks terugkrijg. Want ik heb hem nu in de enemy spawn gegooid. Misschien is dat wel een manier natuurlijk om de loadstart eruit te krijgen. Enemy, hij zit daar. Goed opgelet, teammate. Wauw, maat. En nu pakken ze mijn carepacks. Ja, lekker, lekker teammates. Goed opgelet. Maakt niet uit, joh. Maakt niet uit, het is maar een sentry gun. Daar hebben we als het goed is geen last van. En als we er wel last van hebben, dan geef ik jullie de schuld. Ik geef nooit mijn eigen de schuld. Want dat hoort niet in Call of Duty. Maar dan geef lekker jullie de schuld. Ik gooi hem gewoon midden in die enemy spawn natuurlijk. Dat was eigenlijk gewoon puur mijn eigen schuld. Maar dat maakt niet uit, joh. Dat heeft niemand gezien dat ik hem daar expres gooide. Helemaal niemand. En ik ga gewoon weer een nieuwe halen, want fuck it. We kunnen hem nieuw halen, dan gaan we dat doen ook. Kom op, jongens. Allemaal aan de kant, want ik moet de carepacks halen. Want ik heb hem vorige verneukt. En wie is... Oeh, je ziet de sentry gun staan. Hij staat precies in het midden. Ik ga er gewoon op schieten. Oh, dat ding reageert snel. Holy shit. Oh, in mijn rug. Oh, hij heeft me ook nog, man. Amsterdammertje heeft me. Maar de sentry gun staat dus in het midden. Dus ik moet hem even kapot zien te krijgen. Want niemand kan nu meer naar het midden. Want dan worden ze gekild door die sentry gun. Dus ik ga even omlopen. Ik haal eerst even een UAV. En dan ga ik naar het midden toe om die sentry gun kapot te maken. Want ik heb ook geen EMP nade of zo. Dus het is een beetje kut nu. En het is ook mijn schuld omdat ik die carepacks natuurlijk in de enemy handen liet vallen. Dus sorry teammates, maar het sentry gun is mijn schuld. Span niemand daar. Even gewoon er doorheen sprayen. Oh, teammate, pak hem alsjeblieft. Teammate. Ze staan met z'n 3-in-1 gebouwtje. Niemand die hem killde daar, oh. Maar die sentry gun, die moet echt kapot, man. Heb je de sentry gun kapot? Ah, volgens mij is die kapot, want hij staat naar beneden gericht. Ja, hij is kapot, ik hoor het. Ik hoor de ontploffing. Dat houdt in dat hij dan kapot is. Nice, teammates, let's go.
Hebben we daar ook geen last meer van. Oeh, mooie dubbelkill jongens, let's go. Even kijken of we weer een nieuwe UAV kunnen halen, want via de UAV kunnen we weer onze care packs halen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Rousing Betty. Kom dan, ik hoor je. Hij loopt links van me, man. 3, 2, 1, go. Fuck it. Dankjewel, oké. Ik hoorde hem al de hele tijd staan, maar hij stond mij op te wachten en ik stond hem op te wachten. Dus dat doen we het lekker op de makkelijke methode natuurlijk. Die kan ik niet raken. Even uitkijken nu. Ja, dat bedoel ik. Even uitkijken nu, want ze spreken gewoon door dat ding heen. Ze schieten gewoon een beetje in de hoop dat ze raken. En ze maken ook de hele tijd mijn UAV's kapot, man. Amsterdammetje heb ik en dat is een nieuwe care pack. Meteen de counter UAV inroepen, die ze toch weer uit de lucht schieten. Maar het gaat nu even om mijn care packs. Dat mijn care packs natuurlijk niet uit de lucht schieten. Want dat kan ook nog eens. De care packs kan ook in een helikoptertje. En die kunnen ze, als ze dus goed opletten, ook gewoon uit de lucht knallen. Want dat is nou net niet de bedoeling natuurlijk. Teammates hebben me geblokt, vriend. Oh, oh, wow, 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 wow. War Machine of the Vital Warship. Nee, man. Waarom nou een Vital Warship? De Lodestar. Lodestar Call of Duty. Ah, poepsex. Oké, dan gaan we even schieten. Als we er toch in zitten, dan kunnen we net zo goed even... Even hem gaan gebruiken natuurlijk. Oh, ik heb dit ding al lang niet meer gebruikt, man. Ik zuig erin. Holy shit. Ik heb dit ding al heel lang niet meer gebruikt. Hoe ging je ook weer naar een andere positie? Wacht even. Die kill heb ik. Ga ze naar een andere positie. Oh, dat zijn de raketten. Oh shit, L2. Oké, let's go. Ik wil die camper hebben, man. Oké, ik heb hem. Nice, let's go. Andere positie. Dat is L2. Wat doe je daarmee? Je spant iedereen. Let's go. Let's go. Ik moet een Lodestar krijgen. Dit is de Vital Warship. Dus dit is nou net niet hetgene wat ik moet krijgen natuurlijk. Maar we hebben hem gehaald. Dan kunnen we net zo goed even erin killen. Anders is het ook een verspilling van de scorestreak. Ik weet niet meer waar jullie zijn, jongens. Oh, er loopt er hier nog één. Oh, andere kant. Verander positie. Go, 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 go. Kill die gozer. Schiet je raket af. Let's go. Enemies. Oh, daar zit er nog één. En hij is kapot. Let's go. 40-5 eindscoren. Er worden nog 3 kills gemaakt. Maar ik denk dat ik geen kill meer kan oppakken. Nog 2 kills nu. Nog 1 kill nu. En dan kan ik hem... Oh, en ik heb nog een final kill omhoog. Let's go, man. Eindscore 41-5 natuurlijk. Mede dankzij de Vital Wars die ik kreeg aan de care package. En ik wil jullie bedanken natuurlijk voor het kijken naar deze aflevering. Aflevering nummer 11 van de Road to Commander. En natuurlijk de Road to Life Care Package Lodestar. Als je nou hebt genoten, geef hem nou uit mogen. Vorige aflevering staat in de beschrijving als een linkje. Dus daar kan je nog op klikken. En ik zie jullie wel weer hopelijk in aflevering nummer 12 binnen 2 dagen. Dus tot en met de volgende keer. Bye bye mensen.